Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer. Met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Op een dag kon Kajoe gewoon niet stilzitten. Kajoe spelen? Nee, dank je, Rosie. Hij was opgewonden omdat het vandaag een hele speciale dag was. Hoi, Sarah. Moet je horen? Wat is er? Vandaag komt André spelen. Wat leuk. Wat gaan jullie doen dan? Ik weet het niet. Misschien kunnen we iets gaan bouwen met mijn blokken. André is denk ik iets te groot voor blokken. Mijn neefje is ook ouder en hij houdt meer van auto's en sporten. Oké, veel plezier. Kajoe was verbaasd. Hij dacht dat iedereen van blokken hield. Hij was ook een beetje bezorgd. Misschien was André inderdaad te groot om met blokken te spelen. Misschien was André zelfs wel te groot voor al het speelgoed van Kajoe. Hij wilde dat André zou vinden dat hij ook een grote jongen was. Het spijt me, Rexy. Dus besloot Kajoe om al zijn speelgoed te verstoppen. Nadat al zijn speelgoed verstopt was, had Kajoe een nieuw probleem. Waar moeten we nu mee spelen? Hoe lang duurt het voor André komt? Hij komt zo. Mag ik dit spel lenen? Lieverd, dat is voor grote mensen. Dat weet ik. Maar je weet helemaal niet hoe het gaat. Dat geeft niet. André wel. Oké, als je het echt heel graag wil. Mag ik die ook lenen? Oh, die mag je wel houden. Ik wilde hem toch wegdoen. Maar waarom? Dank je wel. Kajoe vond dat zijn kamer er heel volwassen uitzag. Maar hij was bang dat één spel niet genoeg zou zijn. Heb jij mijn bal gezien? Hij zou daar moeten liggen. Ik zie alleen maar het babyspeelgoed van Rosie. Ik wist niet dat Rosie ook van dinosaurussen hield. Papa, spelen grote kinderen softbal? Dat doen ze zeker. Sterker nog, ik speel het zelfs ieder weekend. Het is een hele leuke training. Eerst naar achteren en dan gooien. Oh, mag ik hem misschien lenen? Mijn handschoen? Is die niet een beetje groot? Kajoe, André is er. Hallo, Kajoe. Hoi, André. Zullen we gaan softballen? Is goed. Ik heb alleen mijn handschoen niet bij me. Ben je er klaar voor, André? Eerst naar achteren. En dan gooien. Oh. Oeps. Sorry. O,
Oeps. Oh. Ah. Ik weet niet wat er misgaat. Ik ben goed in softbal, echt waar. Je hebt een kleinere handschoen nodig. Hij is 2 keer zo groot als die van mij. Huh? Jongens, komen jullie eten? Ja! Ja, ik heb best wel honger. Ik hoop dat jullie trek hebben in boterhammen met kaas. Dat vind ik lekker. Ik ook. Mama, waarom heb je de korstjes eraf gehaald? Dat is voor kleine kinderen. Oh ja? Oh goed, dan laat ik ze de volgende keer gewoon zitten. Sorry, soms vergeet mijn mama wel eens hoe groot ik al ben. Haha, de mijne ook. Wauw, jouw kamer is heel erg schoon. De mijne ligt vol met speelgoed. Hey, hou jij ook van je Maserati? Ja, ik vind hem te gek. Van welke hou je nog meer? Rode auto's? Huh? Nee, heb je zin om dit spel te spelen? Is goed. Hoe speel je dit spel precies? Ik dacht dat jij dat wel wist. Ik heb het nog nooit eerder gespeeld. Ik kan de draaischijf niet vinden. En zie jij de pionnetjes ergens? Misschien zijn ze gevallen. Oh. Ah, dus hier is al je speelgoed. Ik wist dat ze ergens moesten zijn. Niemand is zo netjes. Ah, dat is mijn oude speelgoed. Met dat speelgoed speel ik al lang niet meer. Waarom niet? Je hebt de gekke spullen. Oh. Hey, ik heb precies dezelfde trein. Laten we een tunnel gaan bouwen met je blokken. Oh, dus jij speelt ook gewoon met blokken? Tuurlijk. Je vindt met blokken spelen toch niet kinderachtig, of wel? Nee, blokken zijn te gek. Ik heb ook rails voor de trein. Is het goed als Rexy meekijkt? Tuurlijk, waarom niet? Ik word nooit te groot om met speelgoed te spelen. Rawr! Caillou en André speelden vrolijk door met het speelgoed de hele dag lang. De bril van Caillou. Vandaag ging Caillou met mama mee naar het winkelcentrum. Als gezelschap had hij Oogje, de superuil, meegenomen. Hij had een hele speciale superkracht. Wat ziet Oogje nu, Caillou? Oogje ziet de golfclubs van papa in de achterbak liggen. Wauw, het is best handig om door dingen heen te kunnen kijken, vind je niet? Oogje ziet ook dat mijn buikje leeg is en een ijsje nodig heeft. Leuk geprobeerd. Mama nam Caillou mee naar de winkel waar ze brillen verkochten. Ze had een afspraak met de opticien. Caillou had nooit erg veel nagedacht over zijn ogen. Tot vandaag. Hij wist niet dat het zo belangrijk was om je ogen te laten controleren. Uw ogen zien er goed uit. Joepie, nu is mijn beurt. Jouw beurt? Goed dan. Ken je het alfabet al? Ja. Dan heb ik een perfecte test voor je. Dit is een oogmeting. Doe dit maar voor één van je ogen. En dan mag je met je andere oog de letters in iedere rij opzeggen. Je moet ze hardop voorlezen. Ben je er klaar voor? Goed zo. Nu de volgende rij. De F en de P. De letters op de kaart werden iedere keer een beetje kleiner. Maar Caillou kon ze allemaal voorlezen. Met allebei zijn ogen. Zelfs de allerkleinste lettertjes.
Nadat de test voorbij was, vertelde de opticien aan Caillou dat zijn ogen niet zomaar goed waren, maar heel erg goed. Veel plezier met uw nieuwe leesbril. Mama, heb jij echt een bril nodig? Maar je zei toch dat je ogen goed waren? Ja, dat klopt. Maar voor sommige dingen heb ik een speciale bril nodig. Net als de speciale bril waarmee oogje door dingen heen kan kijken? Nee, de mijne zorgt dat ik dingen kan lezen. Zoals dit. Mag ik ook een bril hebben? Die heb jij toch niet nodig? Jouw ogen zijn hartstikke prima, weet je nog? Caillou wist zeker dat een speciale bril zijn ogen beter zouden maken. Hij wilde ook door dingen heen kunnen kijken, net als oogje. Caillou wilde heel graag zijn eigen bril hebben. Maar hij wist dat hij die niet zou krijgen, tenzij hij slechte ogen had. Is dat een hondje op de voorkant, mama? Nee, dat is een jongen. Echt waar? Wauw, je hebt gelijk. Het is inderdaad een jongen. Heb je soms plotseling moeite om dingen van dichtbij te kunnen zien? Ja. En hoe zit het dan met dingen van veraf? Ja, die ook. Goed, laten we eens gaan kijken. Kan je zien wat daar staat? Volgens mij is het een paard. Nee, dat is een motor. Oh, zie je wel, mama? Ik heb echt een bril nodig. Caillou, kijk eens wat ik hier voor je heb. Oh, een nieuwe voetbal! Caillou, hoe komt het dat je de motor aan de overkant van de straat niet kan zien, terwijl je een voetbal die veel kleiner is, wel kan zien? Oh-oh, heeft iemand problemen met zijn ogen? Oh, nee hoor, ik niet. Ik wilde alleen maar mijn eigen bril hebben. Net zoals mama, een oogje. Hier is mijn oude bril, Caillou. Nu ik een nieuwe heb, heb ik deze toch niet meer nodig. Wauw, bedankt! Hij is leeg. Er horen glazen in een bril. Anders is het geen echte bril. Caillou bedacht ineens een manier om zelf een bril te maken. Kijk, nu ben ik net als oogje. Die glazen zien er een beetje wazig uit. Nee hoor, ik kan goed zien. Heel goed zelfs. Nu Caillou eindelijk zijn eigen bril had, kon hij niet wachten om door muren en deuren heen te kijken. Net als Oogje de superuil deed. Maar hoe lang hij ook naar de kast staarde, of hoe dichtbij hij ook kwam, hij kon er niet doorheen kijken. Waarom werkt mijn bril niet? Caillou dacht dat zijn bril misschien niet werkte, omdat hij niet groen was zoals die van Oogje. Toen besloot hij om zijn bril uit te proberen op de kattenmand van Gilbert. En het leek nu net alsof de kat in de mand lag. Je bent braaf, Gilbert. Bah, jij bent Gilbert niet. Pas nadat Caillou zijn bril weer afzette, besefte hij hoe scherp hij alle dingen kon zien. Je mag je oude bril weer terug hebben. Ik heb hem niet meer nodig. Oh, weet je het zeker? Ja, ik kan veel beter zien zonder een bril. Trouwens, hij werkt niet. Hoe bedoel je dat, lieverd? Hij geeft geen licht, dus ik kan niet door muren kijken zoals Oogje. Oh, Caillou toch. Geen enkele bril kan dat. Ik weet het. Ik hoopte stiekem dat hij het wel kon. Hey, Caillou. Wil je anders misschien mijn oude bril een keer uitproberen? Die is niet om beter te zien, maar wel heel erg grappig. GELACH
Hij kan niet door dingen heen kijken, maar maakt wel iedereen aan het lachen. Dat is zelfs nog beter. Caillou begreep nu hoe belangrijk het was om goede ogen te hebben, met of zonder bril. Het dansfeestje van Caillou. Oké, doe je armen omhoog zo hoog als je kan en probeer de lucht aan te raken. Nog iets hoger en we zijn klaar. Wauw, goed gestretcht jongens. Goed, ik heb een verrassing voor jullie. We gaan morgen een echt feestje vieren en we gaan heel veel dansen. Ja! Ja! Caillou had best zin in een feestje, totdat hij besefte dat hij niet wist hoe hij moest dansen. Ik heb nog nooit gedanst op een feestje. Jij wel, Leo? Nee, maar het klinkt heel erg leuk. Oké, daar gaan we. Caillou wilde goed voorbereid zijn voor het dansfeestje van morgen, omdat hij bang was dat hij een foutje zou maken. Oh, Gilbert! Wow! Oh. Je hebt gelijk, Gilbert. Ik moet hulp gaan halen. Hoi, Caillou. Wat ben je aan het doen? Tja, er is een feestje morgen op de peuterschool. En ik weet niet hoe ik moet dansen. Ik laat het je wel zien. Ik was een hele goede danser toen ik nog op school zat. Caillou vond de dansstijl van papa heel bijzonder. Die wilde hij ook wel eens uitproberen. Om te dansen moet je goed naar het ritme van de muziek luisteren. Oepsie! Sorry, Caillou. Ik ben bang dat de dansles voorbij is. Misschien kan mama je wel verder helpen. Oké. Bedankt, papa. Mama, juf Martin gaat morgen een feestje geven. Een dansfeestje. Oh, dat klinkt heel erg leuk. Ja, dat wel. Maar ik weet niet hoe ik moet dansen. Iedereen danst op zijn eigen manier, Caillou. Doe gewoon wat je zelf wil. Kun jij laten zien hoe jij danst? Nou, ik heb jarenlang op balletles gezeten. Caillou vond het prachtig. Hij wist niet dat zijn mama zo goed kon dansen. Oh, oh, wauw! Wauw! Wow! Bedankt, mama. Maar ik denk niet dat dit soort dans iets voor mij is. Oh? Rosie, leg die afstandsbediening eens weg. Opa en oma zijn er. Opa, oma! Er is morgen een feestje op de peuterschool. Kunnen jullie me leren hoe ik moet dansen? Ho, wacht even, Rosie. Mag ik de afstandsbediening even hebben? Ja. Mevrouw, het is tijd voor de tango. Caillou vond de dans van opa en oma ontzettend indrukwekkend. Hij wilde het ook graag uitproberen. Rosie? Tango? Wat een mooie tango! Oh!
Maakt niet uit, die pakken we later wel. Jullie hebben het goed gedaan. Caillou kon niet kiezen. Sterker nog, hij twijfelde nu nog meer dan eerst. Er bestonden zoveel verschillende manieren om te dansen, maar er was geen enkele manier waar hij goed in was. Zelfs Rosie weet hoe je moet dansen. Iedereen kan dansen, behalve ik. De volgende dag was Caillou heel erg stil toen hij naar de peuterschool liep. Is er soms iets aan de hand, Caillou? Ik weet nog steeds niet hoe ik moet dansen. Wat moet ik nu doen? Het feestje is vandaag al. Caillou, er bestaat geen verkeerde manier om te dansen. Het belangrijkste is dat je het leuk hebt. Dat is waar, ja. Je gaat het heel erg leuk hebben. Let maar op. Hebben jullie zin om te dansen? Ja! Ja! Kom op, doe met me mee! Juffrouw Martin had heel erg veel lol terwijl ze danste. Caillou was al snel vergeten hoe nerveus hij eerst was. Caillou zag dat zijn klasgenootjes heel erg veel plezier hadden. Hij ging het zelf ook gewoon proberen. Caillou begon steeds meer te swingen. Zoveel zelfs dat hij een paar eigen danspasjes wilde proberen. Ja, joepie! Woehoe! Moet je Caillou zien dansen? Ja! Wauw, wat kan jij goed dansen, Caillou? Wat is je geheim? Ik heb geleerd dat het niet uitmaakt hoe je danst, zolang je het maar leuk hebt. Dat heb je goed gezegd, Caillou.